Het is het grote muzieknieuws van vandaag. Het programma van de jubileumeditie van Pinkpop. Vanmiddag bekendgemaakt in Paradiso in Amsterdam. Een paar grote namen die er dit jaar staan. We hadden het er al even over Fleetwood Mac, Anouk, The Cure, Jamiroquai. Het is een bijzondere jaargang, want het festival bestaat 50 jaar. Wij gaan dat vieren en dat doen we met de 50 jaar Pinkpop quiz. Die spelen we met twee teams van Pinkpop presentatoren. Van toen en van nu. Dolf Jansen en Eva Kleven versus Marco Roelofs en Michiel Veenstra. Voor de gelegenheid mochten we de spelregels lenen, zeg ik er even bij, van de Top 2000. Quiz. Daar zijn we zeer mee vertrouwd. En daarom zit je ook naast me, Leo. Je bent het enige jurylid. Er wordt niet mee gecorrespondeerd. Nee. Special guest uiteraard, Mr. Pinkpop himself, Jan Smeets. Deze week kreeg hij de Buma Gouden Harp Award voor zijn bijdrage aan de Nederlandse popmuziek. Kijk. Je hebt hem op. Je verdient eigenlijk een groot applaus, Jan, vind ik. Even, Davina Michel staat ook op Pinkpop. Ja. Wanneer treedt ze op? Hoe laat? Op zaterdag, dacht ik. Ja? Ja, ja. Dacht ik. Ja, ik kan het niet van buiten allemaal. Waarom staat ze er? Ik vind het opvallend, ik vind het leuk, ik vind het verrassend. Dit is een... Ik heb het pas geleden ook gezien op een speciale dag die werd georganiseerd voor de sponsoren van het festival. En daar was zij ook. En het verbaasde mij hoe mooi ze zong. En ook een goede performance had. Goed? Ja, joh. Ja. Vind je het niet opvallend? Duurt te lang. Nee, zo heet haar hit. Zo heet haar hit, duurt lang? Ja, nee. Okay. Zij kan ontzettend goed zingen. Ja. Dolf en Eva. Ja. Favoriete Pinkpop moment uit jullie carrière als presentator? Ik heb heel vaak dat mogen presenteren en dan, dat bleek op een toren te zijn. En de eerste keer werd mij verteld, je gaat naar de toren. Dus ik loop met iemand mee, je gaat naar een toren. Dat was een fucking hoge toren, echt heel hoog. Ja. Ik denk, daar is iets geregeld om daar boven te komen. Nee. Daar hadden ze gewoon een Altrex aluminium trapje met een touw aan vastgemaakt. En ik moest 30 meter omhoog klimmen zonder enige zekering. Uh-huh. Ook zonder verzekering, om überhaupt op die toren te komen. Terwijl ondertussen die mannen gewoon lekker op het veld liepen tussen de lekkere wijven. Dat is een beetje mijn Eva, memorabel moment. Als dit je beste is. Ja, ik ben dus nog niet zo vaak op Pinkpop geweest. De eerste keer dat ik kwam mocht ik er ook werken en dus Pinkpop presenteren. Mm-hmm. Dit jaar wordt mijn derde jaar, dus ik heb vorig jaar hoogtepunt. Bruno Mars, wat een band, wat een muziek, wat een showman, wat een heerlijk optreden. All right. Gillen. Marco, jullie moeten ook af en toe interviews maken.